Yo, kijk van IMT vandaag met een nieuwe aflevering van Rock Boys Tycoon World. And please end my suffering right now. Ik heb net weer bijna 2 minuten gewacht met de loading screen. Ik heb echt wat alles tussentijd nog gedaan. En het wordt tijd om weer te beginnen. Een lagere wal. Ik heb een uitdaging gevonden. Dit park is diep gezonken. Een vis toch weer omhoog, net als Titanic. We hebben het overgenomen van de vorige eigenaar. Maar het zit diep in de schulden. Dit is geen situatie waar ik graag in zit. Maar weet je... Ja, laat me zitten, die verhaal. Oké, laten we eens kijken wat we gaan doen. Complete the tutorial. Selecteer het financiescherm rechtsonder. Wat moet ik nou doen? Nee, een lening. Waar kan ik een lening doen dan? Oh, hier. Ja, en nu? In het park is het echt staat. Laten we de instellingen aanpassen. Attractie om de infovenster. Wat, dit is beheer en onderhoud. Dit is geen infovenster. Verminder de stilstandtijd. Dit? Wijzig de instantiteit op duur van attractie op een rit te verkorten. Oké, en wat moet ik nu doen? Dus een marketingcampagne beginnen. Dus financiën en dan... Oh, marketing. Oké, het trekt mensen. Selecteer een mens. In hoeverre je dit een mens kunt noemen, maar... Oké, attractiepagina. Wow, in één keer Engels. You are running out of space. You can expand your park by being available at Yankland. At Yank, is dat goed? De parkuitbreiding in het menu, waar staat dat? Oh jee. Ik vind deze kant wel mooi. Dan moet ik deze knop hebben om weer terug te gaan. Ja. Heb ik überhaupt wel monteurs? Vraag ik me trouwens af. Winkels en personeel. Personeel, ga ik het hier zien? Toiletten. Monteurs. Waar komt die hier monteur op af dan? Waar is die monteur? What the fuck? Dat verschil in detail. Best wel een heel heftig verschil. Maar ik moet in ieder geval mijn parkwaarde omhoog krijgen naar 30.000. Mijn probleem is, ik heb daar geld voor nodig. Zolang ik kapotte attracties heb, gaat dat helaas niet. Waar loopt het personeel dan? Eerst die eens even repareren. Ja, die is gerepareerd. Oké, ik kan er eigenlijk weer mensen naar binnen.
Mooi zo. Pick him up. Dan ga je eerst die even repareren. Nu is 1-3 heel snel ziek gaan gebeuren. Kijk. Die doet het. Trip prijs gaat naar 2,50. Hoi vrienden, ik las over de ad aan Lagersval en ik ga op 16 april tot 31 mei. Kijk en... Huh? Oké, vage zin. Kijk uit om in een klassieke normale vlak attractie te gaan. Wat even een vlak attractie bouwen dan. Nee, wat is een klassieke? Dit noem ik een klassieker. De action. Ik weet niet hoe ruk het systeem was met die paren. Please end my suffering. Dit is echt slecht. Komt aan op 16 april, maar welke datum vandaag? Oh, 16 maart. Waar zit je aan te denken? A small bathroom. Bij de set is duur genoeg. Kijk. Waar is dit dan? Is het op 2 euro? Totaal geen nut. Ik hoop dat ik het had verwacht. Canyon Rush 1 is nog steeds kapot. Waar is die monteur dan? Ik ga eerst daar naartoe. Oké, wat staat hier? Dit. Wat denk jij aan? Vinden mensen het nog steeds duur dan? Even wat, het is een stuk goedkoper. Dat is geweldig. Goed kunnen vragen. De mensen hier dan van. Ah nee. Ik ga dat serieus dit menu niet meer sluiten. Oké. Glitchy. Wat vinden mensen hier dan van? Een influencer. Oké. Volgens mij had ik het verwacht. Oké, nog steeds maar 2 euro denk ik. Dat 2,5. Wat is duurder dan? Hey vrienden, je moet echt naar Ed Aanigensval uitchecken. De vlak attracties zijn heel leuk en voor iedereen wat wils. Beam, met een dab. Wat? Waarom draait hij iets? Oké, dat is op zich best wel heel random.
Nog steeds heel goedkoop. Series 1 is... Jezus, die monteurs. Wacht op een taak. Hier is jouw taak. Ik wil proberen om echt meer geld te gaan verdienen. Interim mag echt wel heel wat duren. Mensen van de wc's nu. Ik ga er cent van maken dan. Ik moet toch ergens winst op maken. Financiën. Ik ben nog steeds min 371. Ja, sorry mensen, maar het moet even flink duren worden. Ik verdien gewoon niet genoeg. 2,5. 2,5. $2. Weer een monteur. Is die monteur nog steeds geglitcht? Ik weet dat mijn cashflow echt heel laag is. Maar ik moet ook ergens geld vandaan troggelen. Weet je, mijn deur is gewoon geglitcht. Zucht. Dat is ook eindelijk een keer gerepareerd. Dan ga ik die keer gaan repareren. Hé, hey, en ik maak winst! Eindelijk! Weet je, je kan ook een lening afsluiten. Dus dat is net iets wat ik dus niet wil. Steen ga ik besluiten. Maar nog niet echt nodig. Dan komt die schoonmaker gewoon, deze gast doet gewoon niet goed zijn werk. Dat is gewoon het hele probleem. Kijk nou wat hij doet, hij loopt alleen maar rondjes. Oh. Luister goed mensen, 20 augustus dit, ga ik bezoeken als vakantie. Hopelijk een geweldige attracties met mijn familie. Ja, het is wel heel lekker nadat de attracties kapot zijn, maar ik kan het niet repareren. Dat is mijn schuld, dat is mijn... Repareert attractie, welke? Hij gaat echt meteen dat ding hier repareren, jongen. Ik heb dat geld gewoon nodig. Jij maakt mijn park gewoon failliet. Dit park is erg... Ja, ik heb geen geld. Ik weet niet wat je precies kiet. Het begin van de maand is. Hey, ga deze attractie nog snel doen. Wat zei ik nou? Jij gaat... Hij is iets van plan. Het koop en had verwacht. Dus dat betekent dat ik makkelijk $7 en 25 cent voor kan vragen.
Ik moet me ergens mijn geld vandaan zien te halen. Ik zie niet de leukste manier voor de bezoekers. Ik heb bijna geen andere keus. Ik ben er 3,25 euro voor vragen. Oké, dan vinden ze het dus echt te veel. Zo beter dan. Wat is er aan de hand? Voor funslife vind ik het erg goedkoop. Oké. En nou is het te duur. Ik weet niet wat ze willen. Kijk, maar heel langzaam komt het steeds beter vanaf. Het getal, het was steeds hoger als je in de schulden terechtkomt. De mensen hebben honger. Gewoon $10 van maken of zo. Ja, dus. Kijk, ik maak deze winst. Ik maak weer een keer winst. What the actually heck is happened? In ieder geval, ik ben uit de verlieszone. En in de volgende episode gaan we ervoor zorgen dat wij die parkwaarde 30.000 krijgen. Dus even like achter, je niet abonneren en tot de volgende keer. Doeg!